Yo, what up? This is your boy Demo. Ik ben hier bij de auditierondes van Punch Out Battles. En ik sta eigenlijk met een oude bekende, Aholo. Want je was hier vorig seizoen ook. En je dacht, dit seizoen weer. Ja, klopt. Ik heb de vorige keer ging het niet helemaal lekker. En ik had veel te lange ronden en nu heb ik het ingekort eigenlijk. Ja. Dus wat ga je dus echt concreet anders doen dan vorig jaar? Ik heb de bars eigenlijk wat aangescherpt. De allereerste auditieronde dat je kon aanmelden. Als ik namen mag noemen, dan de ronde waarin Darlie, Flip, dat soort mensen erin zijn gekomen, was de lat heel laag. Dus ik had mijn bars eigenlijk aangepast aan het niveau. En ik dacht, ik kom er wel in, maar ik had te lange ronde, dus Excellent die stopte mij. En nu heb ik mijn ronde gewoon ingekort en de sterkste bars meegenomen. Ja. Je hebt dadelijk dan een tegenstander waar je tegen moet gaan battelen. Wat verwacht je van hem? Wat ik verwacht van hem? Ik mag hopen van hem dat hij wel zijn huiswerk heeft gedaan. Want er stond al een battle auditieronde van mij online. Dus hij kon heel veel van mij vinden. En ik hoop dat hij met vuur komt, want dan kom ik ook. Heb je ook een beetje over hem kunnen vinden? Ik heb helemaal niks over hem kunnen vinden. Geen Insta, geen Facebook. Ik kon hem nergens vinden. Hij was gewoon... Dus ja. Denk je dat hij expres voor jou zeg maar alles uit heeft gedaan? Dat hij denkt van no? Nee. Offline? Nee. Dat denk ik niet. En als dat wel zo is, dan is het zo. Maar ik heb wel genoeg bars kunnen schrijven gewoon. Ik heb één foto van hem gezien en dat was genoeg. Dus je hebt gewoon 1,5 minuut op 1 foto. Ja man, dat komt goed. Stel dat het dit keer wel goed gaat en je in de league komt. Denk je dat je dan echt kan meten met de mensen die nu in de league zitten? Ik denk het wel. Maar dan moeten we nog even zien of ik doorga. En als ik doorga, dan komt het zeker goed. Nou, ik ga jou heel veel succes wensen, broer. Dankjewel. En wellicht zien we elkaar weer in de league. Aholo, ik ben Demo. En ik ben hier met een van de deelnemers, Maya. Heb je er een beetje zin in? Ik heb er zin in. Okay. Wanneer was het moment dat jij bij jezelf dacht, ik moet mij aanmelden voor Punch Out Battles? Eerlijk gezegd, ik zag Amerikaanse rap battles. En ik vond het zo dope dat ik zelf ook wilde gaan battlen. En dit is de enige mogelijkheid voor mij om te battelen, ook al is het in het Engels. En ik zag een paar Engelstalige battles met Fiction en Status Quo en dacht van uit. Ik ga het proberen, ik wil gewoon dope bars neerzetten. Maar ga je dan in het Engels ook echt battelen? Ik ga het Engels battelen. Maar je weet wel dat Fiction en zo alweer ondertussen naar het Nederlands zijn overgestapt, hè? Klopt. Maar? Misschien ga ik dat ook doen, maar ik wil wel gewoon beginnen met mijn kracht, weet je. Ik wil wel in het Engels beginnen, zodat ik kan laten zien van uit. Dit is mijn potentie in het Engels. En als het nodig is, switch ik naar Nederlands. Je hebt dadelijk dan ook echt een tegenstander. Er staan allemaal mensen om je heen die of gaan schreeuwen of gaan boerroepen. Dat kan natuurlijk ook. Hoe heb je je daarop voorbereid? Ja, je kan je er niet op voorbereiden, denk ik. Is het ook echt je allereerste battle gewoon? Het is mijn allereerste battle. Maar het ding is, je kan je niet voorbereiden. Je moet gewoon meegaan in het moment, zeg maar. Je moet je aanpassen in het moment en dat is het belangrijke. Dus gewoon niet te nerveus zijn. Gewoon kijken wat er gebeurt. Hoe reageert de crowd? Hoe reageert de tegenstander? Dus voor al de mensen die nu zeg maar Maya voor het allereerst in hun leven zien, kan je jezelf omschrijven in een paar korte zinnen woorden? Ja, heel simpel eigenlijk. Ik ben gewoon een simpele bartender die nog studeert en het groot wil maken in muziek. Okay. En wat voor soort bars kunnen we gaan verwachten? Ben je meer van de grappen, meer van de diepzinnige doordenkers en zo? Ja, normaal gesproken ben ik heel erg diepzinnig en doordenkend, maar aangezien het in het Engels is, heb ik besloten om het gewoon simpel te houden. Your mama jokes. Nee, wel iets beter dan dat, weet je. Gewoon, ik begin met een joke en daarna is het gewoon puur bars. Okay. Een paar personals, name flipper tussen. Okay. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga jou heel veel succes wensen, Maya. En wellicht zie ik jou in de Punch Out Battles League. Hey, in het Engels of in het Nederlands. Mijn naam is Demo. Bang.